Doormodderen, dat is eigenlijk wat we met elkaar in Europa doen. De economische groei trekt maar niet echt aan. De werkloosheid die is nog steeds met 12% erg hoog. Toch zijn er aan de andere kant ook wel positieve signalen. Zo zie je bijvoorbeeld dat het consumentenvertrouwen begint te verbeteren. Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, die zit momenteel met zijn handen in het haar. Aanstaande donderdag is er weer een rentebesluit en de vraag is, wat gaat hij doen? Belangrijkste kerntaak van de ECB is prijsstabiliteit en een streven van 2% inflatie is daarbij de doelstelling. In het afgelopen jaar is de inflatie gedaald tot eventjes 0,7% en momenteel 0,8%. En dat is te laag. Nou zult u misschien denken, als prijzen minder hard stijgen of misschien zelfs een scenario van deflatie ontstaat, dat het positief is, maar dat is absoluut niet het geval. Sterker nog, deflatie is een gevaar voor de economie. En deflatie kan er juist voor zorgen dat we blijven doormodderen. Waardoor, op het moment dat spullen goedkoper worden, leidt dat tot koopuitstel. Consumenten zullen minder investeren, dat leidt tot minder vraag, uiteindelijk dus tot een krimpende economie en minder werkgelegenheid. Een hele gevaarlijke neerwaartse spiraal waar je absoluut niet in wilt komen. Daarom streeft Mario Draghi dus naar 2% inflatie, zodat de economie blijft draaien. Afgelopen week gaf Mario Draghi al aan dat hij deflatie als een groot risico voor de Europese economie ziet en dat hij bereid is om in te grijpen. Hij wil echter eerst onderzoeken waar komt deze deflatie of die dalende prijzen, waar komen die vandaan? Is dat omdat bijvoorbeeld grondstoffen aan het dalen zijn of is er daadwerkelijk een probleem aan de vraagkant? Ik vrees dat het de laatste is en dat consumenten te weinig consumeren en bedrijven te weinig investeren. Aanstaande donderdag komt er ook een economische forecast vanuit de ECB. En de vraag is dus, denken zij dat de inflatie op dit lage niveau blijft of dat die zal aantrekken? Als de verwachting is dat die laag blijft, moet de ECB met stappen komen. Enerzijds bestaat er natuurlijk de mogelijkheid tot een verdere renteverlaging, die nu 0,25% is en zou kunnen worden verlaagd naar 0,15. Maar is dat genoeg of is er een groter ingrijpen vereist? Heeft Mario Draghi nog meer bazooka's tot zijn beschikking om de economie een impuls te geven, prijzen te laten stijgen, ons weer te laten consumeren en bedrijven te laten investeren, waardoor de economie groeit en de werkloosheid zal dalen? Mario Draghi heeft aanstaande donderdag de mogelijkheid en hopelijk neemt hij die zet, want anders wordt het doormodderen. Op het moment dat er daadwerkelijk wordt ingegrepen, is dat positief voor beleggers, want dat betekent dat misschien de Europese economie daadwerkelijk de weg omhoog zal vinden. Laten we dat hopen.